Kim Huibrechts, ja, allereerst, hoe is het ermee? Ja, goed. Een beetje warm. We staan hier te darten in tropische toestanden. Maar ja, goed, als we kunnen darten, dan zijn we gelukkig. Tropische toestanden? Jij hebt hier al een keer gewonnen. Hoe is dat om terug te zijn? Ja, fijn. Ik heb sinds ik gewonnen heb, denk ik, niet meer terug geweest. Dus het is een beetje titelverdedigen nu voor mij. Leuk. Het is altijd een fijn toernooi. Heel mooie setup. Heel mooi deelnemersveld. Dus als je dit toernooi op je naam kan schrijven, zowel nu als in het verleden, ja, dan weet je dat je een heel goed toernooi hebt gespeeld. Dus het is altijd fijn om hier te zijn. Tot nu speel je wisselvallig seizoen. Laten we even het drama van de World Cup achter ons. Dat gaat er niet zo vaak. Maar wat mij vooral opviel, Matthias de Vlieger, waar jij wel bij VT2 mee zit, wat best wel booming is bij jullie, die geeft eigenlijk een soort van trap na. Kim is lui, Kim traint niet. Wat vond je daar eigenlijk van? Want je zit ook wel eens naast hem. Ja, nee, dat is de waarheid. Ik ben iemand die niet heel veel traint. Ik denk als ik heel veel in mijn leven had getraind, had ik wel heel veel meer gepresteerd ook wel. Dus, maar ja, goed, dat is de persoon die ik ben. Mijn moment gaat het beter dan andere momenten. Maar ja, goed. In België hebben we gezegd dat de aard van het beestje verander je zomaar niet. Dus dat ben ik. Welke rol speelt Erik Klarijs erin, die dit jaar jou begeleidt? Ja, nee, die probeert wel af en toe te zeggen tegen mij van van die laie reet af en trainen. Dus dat is wel goed, samenwerking is goed. Ik heb weer een Pro Tour gewonnen sinds 8 jaar, dus dat betekent toch wel dat iets of wat zijn vruchten afwerpt. Maar ja, goed, uiteindelijk moet je het zelf doen. Je staat zelf aan de jockey en de pijlen moeten ook gewoon vallen. Het niveau is ook gewoon ontzettend hoog de laatste jaren. Dus het is niet alleen als je traint dat je er vanzelf komt, het is heel veel dat in elkaar moet vallen. Is dat de reden dat je een beetje op en af de rankings gaat? Want je hebt natuurlijk Premier League gespeeld in het verleden. Is dat echt het niveau? Ja, ik denk het wel. Ik denk momenteel dat het niveau met momenten zelfs hoger is dan toen ik Premier League speelde van mezelf dan. Maar ja, de tegenstand is gewoon zo sterk en zo goed. Dus het wordt steeds pittiger en pittiger. Vroeger hadden we de eerste 2 rondes. Als je daar de eind 80, begin 90 average haalde, dan kon je nog wel wedstrijden winnen. Maar ja, nu moet je gewoon meteen knallen tegen die 100. Of je gaat meteen in de eerste ronde zitten en dat is soms heel moeilijk. Is dat ook zo moeilijk omdat je vaak een Pro Tour start heel vroeg? Het zijn 7 rondjes als je het haalt. Is dat ook de reden als je een beetje op kan starten dat je daar wat makkelijker in zit? Ja, ik ben sowieso al een slow starter in mijn wedstrijden, in toernooien. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk dat ik rustig kan beginnen. Maar ja, goed, die tijd krijg je tegenwoordig niet. Het is meteen van de eerste leg moet je 12 darters gooien of je gaat al zitten. Dus het hoort erbij. Je moet je aanpassen aan het niveau. En het niveau moet zich niet aanpassen aan jou. En we doen ons best. Kijk naar de rest van het jaar. Je staat een beetje op de wip voor de World Grand Prix. Is dat echt meteen een doel of werk je echt naar Play Champions Finals WK toe? Nee, ja, WK is gewoon het grote hoofddoel. Al wat ik erbij kan halen is extra. Matchplay was een mooie bonus. Het was ook spannend. Grand Prix, ja, tuurlijk, je wilt erbij zijn. Ik ga er mijn best voor doen. Maar ja, goed, als ik hem niet haal, dat is niet het einde van de wereld. En we gaan gewoon verder doen en we gaan gewoon verder werken hoe we bezig zijn. En ik denk binnen een jaartje of 2-3 moet ik weer gewoon die steady spelers aan de top 16 misschien. Was de WK van vorig jaar een eye opener met dat hoge niveau tegen Price? Ja, nou, vorig jaar was Wright. 2 jaar geleden was tegen Price. Nee, ja, het WK is sowieso, iedereen is erop gebrand, iedereen traint er extra voor. Dus het WK is iedereen in vorm. Het is soms de druk dat iemand eronder doorgaat, maar gewoonlijk zit de vorm daar voor iedereen goed. Dus daar moet je gewoon echt naartoe werken en ik denk dat elke darter die iets of wat een goed resultaat wil boeken op het WK ervoor gaat. En ik ben ook iemand die voor het WK extra hard gaat trainen, dus dat zal dit jaar niet anders zijn. En je weet dat je goede wedstrijden moet gooien, maar je moet ook hier en daar een beetje geluk hebben. Zo simpel is het, als een Price tegen jou 110 gemiddeld staat te gooien, ja, dan moet je niet de dag van je leven hebben, maar dan moet je de dag van de eeuw hebben in je geval. Dus het is gewoon een beetje meeval ook. Laatste vraag, hoe booming is darts op dit moment in België? Ja, het is gigantisch groot in België. Hè. Ik heb over een paar weken een festival gedaan, een meet and greet. En daar stonden ze gewoon in de rijen aan te schuiven om op de foto te mogen. Dus het is gigantisch in België. Het is heel leuk voor ons. We maken er ons beroep van. We doen er ook heel veel nu extra buiten het PDC gebeuren om ook. En dat is voor ons heel leuk. Kim, dankjewel. Alsjeblieft.